Over dat steunplan, hè, de uitbreidingen daarvan. U hebt nu al zitten bomen over een volgende crisis als die zich aandient. Ja, is niet en heeft opbeuren. Een plan ontwikkeld. Ja, inderdaad. Ja, om beter voorbereid zijn, toch? De economische steun anders aan te pakken. Laten we eerst even naar het plan gaan. Wat is dat? Nou, het ongemak nu bij het plan wat we nu aan het uitvoeren zijn, morgen weer bespreken, is dat er ongemak zit over het soort bedrijven wat je wel helpt en wat je niet helpt. Dus je hebt heel veel generieke regelingen waar iedereen aanspraak op kan maken. Maar er zijn daar politici die terecht zeggen, ja, maar gaan we Booking.com ook helpen? Die net 100 miljoen aan aandeelhouders hebben uitgekeerd. Of Action die managers rijkelijk hebben beloond, geen vet meer op de botten hebben en dan vooraan staan als het moeilijk is. Dat is heel raar. Bonussen uitkeren, die de top vele malen meer betalen, tientallen keren meer betalen dan het gemiddelde salaris, dat is raar. Je kunt niet halverwege zo'n crisis zeggen, nou, we gaan eens even praten over voorwaarden. Dus wat mij een goed plan lijkt, is dat je nu al nadenkt over wat doe je bij een diepgaande volgende recessie of bij een pandemie of een extreme omstandigheid waar mensen vooraan staan, bedrijven vooraan staan, zegt, zou je kunnen helpen? Want dan moet het kabinet er voorbereid zijn. We hopen dat het niet gebeurt, maar het kan in het najaar, als het virus weer geweldig oplaait, dan kan het hard nodig. Het kan ook later, maar we hebben 12 jaar geleden hebben we banken gered. Er is de overheid ingesprongen. Is toch een soort verzekeringsmaatschappij geworden. Een soort onderlinge verzekering. Waar wij garant voor staan voor banken en nu voor bedrijven. En dat doen we van harte. En ik hoop dat je door het dal heen gaat en dat allemaal lukt. En aan het eind van het dal dat we gewoon weer door kunnen gaan. Wat ik zou willen is dat je van tevoren nu nadenkt over wat zijn fatsoenlijke voorwaarden. Wat zijn fatsoenlijke bedrijven die je helpt? En wat zijn bedrijven die een veel groter risico nemen die je dan niet helpt? En kunt u voorbeelden noemen, concreet? Je kunt aan de voorwaarden kunt voorwaarden stellen aan het loongebouw. Als Amazon.com, dat is het meest extreme voorbeeld, dat is een soort ruilkapitalisme waarbij de topman in 9 seconden evenveel verdient als een werknemer in een heel jaar. Nou, als zo'n bedrijf dan zegt van, zou u alsjeblieft mij willen helpen? Zeg je, even niet. Niet voor jou. Ja. Als er geen fatsoenlijke plek is voor de ondernemingsraad. Als je niet op een fatsoenlijke manier met het milieu omgaat. Als de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, als dat helemaal scheef zit. En je betaalt alles wat je hebt uit aan je aandeelhouders. Ja, dan hoor je dat. Heel simpel, zou dan KLM Air France even langs die maatlat leggen, zou dan KLM Air France in aanmerking komen voor steun? Als ik het zo hoor. Nou, we moeten natuurlijk praten over die voorwaarden. Ik vind dat een fatsoenlijk bedrijf. Maar als daar extreme bonussen, en daar hebben we deze week weer een voorbeeld van gezien, als daar extreme bonussen betaald blijven worden op een manier die zegt, ja, maar dat past niet in ons Rijnlandse model. Dat past niet in onze model met gematigde verhouding, met goed overleg, goede omgang tussen werkgevers en werknemers. En vindt u deze bonus extreem van Ben Smith? 7-8 ton. Nou, ik van de timing vind ik bizar. Ja. Dat je nu gaat praten over een bonus van een bedrijf wat nu aan het infuus ligt bij de staat. Dat vind ik bizar. Dus dan zou er geen staatssteun? In dat geval. Maar dan moet je dus van tevoren. Kijk, als je van tevoren de voorwaarden helder hebt, dan kom je eigenlijk tot een systeem wat ik dan maar even nationale bedrijvengarantie zou willen noemen. Je hebt ook de nationale hypotheekgarantie. Dan weet je van tevoren, in een extreem geval, is er een vangnet. Als ik mijn hypotheek niet kan betalen, kan ik daarop terugvallen. Maar er zijn voorwaarden. Daar betaal je premie voor, er zijn voorwaarden. Dus dan heb je een fatsoenlijk hypotheekproduct en je weet precies waar je naartoe bent. Je kunt ook een ander product kopen, maar dan is het risico voor jou. En dan valt KLM daar niet onder, in dit geval? Nou, ik ga niet uiteindelijk over dat oordeel. Wat zou je oordeel zijn? Ik denk dat die bonussen dat ze daar zouden moeten matigen. Maar hoe doe je dat dan met? Want KLM is een Nederlands-Frans bedrijf. Ja, dus daar zeker. Heb je de kwetsbaarheid is natuurlijk in zo'n plan dat als een bedrijf net niet aan de voorwaarden voldoet en wel iets van 30.000 mensen in dienst heeft, want dat die praat je ook. Laat je dan KLM in zo'n geval dat je eigenlijk zegt van ja, die bonus zitten we ontzettend mee in onze maag. Dat willen we niet en dat vindt iedereen belachelijk. Maar ja, je zet dan wel 30.000 mensen aan de kant. Dus je zit als kabinet al vrij snel zit je klem. Nou, je weet als je daar gaat werken en zo'n bedrijf heeft niet die garantie, die voldoet niet aan die voorwaarden, dan weet je dat je een risico neemt. Dat bedrijf weet het ook. Mm-hmm. En tegelijkertijd. Maar daar heb je niks aan. Nee, daar heb je niks aan. Dus als dan de crisis aanbreekt, ja, dan is dat heel zwaar. Maar tegelijkertijd is het een enorme stimulans om van dat roofdierkapitalisme over te stappen eigenlijk naar fatsoenlijk ondernemerschap en fatsoenlijk werkgeverschap. En ik vond het mooi dat u de beeldspraak gebruikte van de verzekeringsmaatschappij. Ja. Want dat blijkt, hè? De overheid dat is eerst de bank gered en nu weer. Ja. En bij een verzekeringsmaatschappij betaal je premie. Ja. En nu wil dit kabinet de winstbelasting verlagen.
Dus eigenlijk gaat de premie ook nog als een laag. Dat zit met Prinsjesdag aan te komen. Is het dan niet logisch dat we zeggen van, nu we voor de zoveelste keer hebben geconcludeerd dat als het heel moeilijk is in Nederland, de overheid bijspringt, is iedereen blij mee. Maar dan moet wel voor die bedrijven de verzekeringspremie omhoog. Ja, verzekeringspremie dan in de vorm van vennootschapsbelasting. Maar je kunt ook rechtstreeks premie heffen. Dus je zegt van, wij gaan nu toe naar een onderlinge verzekering. Die overheid springt in. En die neemt zijn verantwoordelijkheid als de nood aan de man is. Dan zorgen we voor die werkgelegenheid. Dan zorgen we dat jij door die crisis heen geholpen wordt. Dan wordt het weer een apart fonds. Een hele apart. Maar dan nee, dat heb je ook met de WW. Daar betaal je ook. Want Joost, denk je dat dit haalbaar is? Want je klinkt een beetje kritisch. Nou, dit wordt nog wel een. De energie op dit moment gaat natuurlijk heel erg uit naar deze crisis. Ja. Dus voordat het kabinet hier mentaal aan toe is, zijn we sowieso al ver voorbij de verkiezingen. Ja. Dus het lijkt. Want u gaat het morgen dan als motie indienen. Hè? Ja, ik zou willen dat het. Graag dat het uitgewerkt wordt. Maar dat was ook een beetje mijn gevoel toen ik het vandaag hoorde. Ik dacht van, bedrijven die hebben wel wat anders aan hun hoofd op dit moment. Water staat ze aan de lippen. Kunnen ze nu al nadenken over een mogelijke volgende crisis? En daar. Iemand zei, deze crisis is eigenlijk een soort contrastvloeistof in onze economie. We zien wat niet deugt. Mm. En we zien dat Booking.com en Action, die op een manier met hun werknemers omgaan, een manier met aandeelhouders omgaan, op een manier met bonus omgaan en uitbetalingen, wat niet deugt. Nee. Nee. Dus dit is ook dit is het moment. Zeker. Dus, ja. Dus een breder pakket. Maar dit is het moment om te kijken. Maar als die overheid zo vaak moet inspringen, als wij als belastingbetaler zo garant moeten staan, kunnen we het dan alsjeblieft hebben over fatsoenlijk ondernemerschap. Albert, dus dit is ook de aanleiding om te spreken over het soort economie wat we willen hebben. Ja. Zou je slagen voor de test van Gert-Jan Segers? Ja. Ja, je bent een fatsoenlijk ondernemer? Ja. Nou. Even het lijst langs lopen. Nee, hoor je voorstellingen? Maar dat durf ik te zeggen. We hebben de ondernemingsraad. We zijn duurzaam. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Je krijgt geen bonus op? Nee, nou, in ieder geval niet in de getallen die hier omgaan, snap je? Oh. Nee, nou ja, ik moet wel eerlijk zijn in het verhaal. Dus, en zeker dit jaar niet. Laat dat helder wezen. Dus Gert-Jan Segers komt even tellen binnenkort. Ja, maar dat vind ik op zich vind ik dat heel goed. Ja. Want dat is ook ondernemen. Is namelijk midden in een crisis, dat doen wij ook. We zitten midden in die crisis. Maar ook vooruitdenken. Wat leren we hiervan? En wat kunnen we in de toekomst veranderen? Zodat we niet weer in diezelfde... Zou je daar premie voor willen betalen? Ja, als het erbij hoort, wel. Ik bedoel, wat ik net zei, ook bedrijven worden geholpen. Dus het zou niet zo heel vreemd zijn als dat vangnet, als je daar enigszins in bijdraagt. Ik vind het niet zo heel vreemd, eerlijk gezegd. Morgen. Ik zit hier in de kamer, maar mijn stem heb je. Nou, dank. Het begin is er. Morgen wordt het ingediend en dan wordt het vervolgd. Dank jullie wel. Het zou zo'n mooie avond zijn met de lancering van de twee astronauten aan boord van de nieuwe Amerikaanse.